Ik zou het oprecht niet erg vinden als ik nu alweer moest verhuizen. Ik ben, ja, mijn brein. Ik heb nu alweer zin om een nieuw huis in te richten. Zumba number 3, let's go! Een super ongemakkelijke situatie waarbij in de supermarkt gewoon een jongen gewoon hoi zegt. Maar ik ben dus niet goed in small talk en ook niet goed in gewoon hallo zeggen. Zo schattig! Kijk, Bobby. Mooi, hè? Kijk, het luistert al naar haar naam. Mooie kaart, hè? Ik vind nog wie je bent, ik ben dan die producten. Staat je goed? Bobje. Ja. Lijkt me zo leuk als we allebei baby's hebben. Dat we samen kunnen knuffelen. Ja, echt hè. Ik ben nu mama. Mijn bonusdochter, die komt bij mij logeren. Deze komkommer ook petjes van Action. Wel echt heel chill. Ik blijf hem dus leuk vinden, maar zo raar. Deze vind jij zeker heel stom. Ja, dacht ik. Ja, sorry, dit kan ik toch niet meenemen. Ik vind ze wel heel mooi. Ik weet niet of ik ook ga zitten, want ik val er al af als ik mijn voet erop zet. 6, 5, 4, 6, 7, 8, 9. Ah! Hallo jongens. Ik moet over 5 minuten weg, dus ik moet even mijn blouse uitstrijken. Adios. Dit was echt een topdag. Echt weer zo'n dag waarop je merkt van de vruchten werpen zich af. Zeg ik dat nou goed of zeg ik dat nou steeds fout? Gewoon, ja, echt bizar verschil in luisterhouding. En dat je ook heel erg ziet dat echt tegemoet komt, zeg maar, qua resultaten en hoe hard ze werken en oppakken. Het ging echt zo goed. En we hebben dus kleding gepimpt. Morgen gaan we verder. Echt heel leuk. Ja, gewoon echt een topdag. Ik ga even het bord maken en verder heb ik niet echt wat te vertellen. Want volgens mij vindt niet iedereen het heel interessant. Het is 5:05. Ik kom net thuis. Ik had nog echt misschien wel een half uur in het park met twee kinderen uit mijn klas gekletst. Zij waren met op afstand bestuurbare auto's aan het spelen. En ik kom nooit kinderen tegen. Dus dat vond ik leuk. En toen heb ik even mijn brievenbus geleegd. En nu heb ik hier dus een pakketje wat super snel bezorgd is. Ik heb dus weer een keer wat op AliExpress besteld. Ik doe dat het liefst niet echt. Maar ik dacht, dit is onschuldig, denk ik. Ik weet het niet. Net bloemen, maar ja, er stond zijde bloemen, dus ik dacht ik moet dit testen voor jullie en mezelf. Is dit nou, dit is wel minder kwaliteit dan bij het thuiscentrum toch? Ja, volgens mij wel. Ja, toch? Dit zijn denk ik geen zijde, maar plastic, maar ik weet het niet zeker. Die dingen kosten dan, ja, tussen de 1 en 2 euro volgens mij. Of was het nou 3? Sommige zijn 3. Ik dacht, ik moet het even proberen. Oh, dit is heel lelijk. Oh, misschien heb ik een miskoop gedaan, maar ja. Dan kan ik ze in de klas leggen. Nou, die ik in de wc heb van mijn schoonmoeder, ex-schoonmoeder. Maar deze vind ik wel leuk. Dat zijn volgens mij hele dure. Dus misschien moet ik die gewoon even beter gaan bekijken. En die in huis zetten. Dan doe ik desnoods deze in de wc. De bel kan elk moment gaan. Want H komt dus weer uit zijn werk naar mij. Poesie is aan het kotsen. Moet je overgeven? Hoe kan dat nou? Wat heb jij dan gedaan toen ik weg was? Want er is niks geks in huis wat jij had kunnen eten. Vind je leuk dat ik het ga opruimen? Vind jij leuk, hè? Ideaal met een gietvloer. Hé, hey, daar ligt ook kots. Heb je al gekotst vandaag gehad? Wat geel. Oh, dat ligt er al langer. Kan dat nou? Wat zou dit nou kunnen zijn, jongens? Ze heeft geen liquid snackje nog gehad. Ze heeft hetzelfde voer. Er ligt niks wat ze had kunnen pakken.
wel heel snel bezorgd trouwens. Want ik heb zo geen zin om te koken. Het was dus een super goede dag, maar ik ben helemaal kapot. Dat je gewoon de hele dag volledig aanstaat. Maar ik had gewoon echt zin om er een hele goede dag van te maken. Maar ja, ik ben de hele dag aan het opvoeden en aansturen. Maar resulteerde wel weer in echt een topdag, maar ik ben kapot. Dat elke leerkracht, elke ouder dat sowieso al begrijpt. Het is wel echt cheap hoor. Hey, there is my friend. There's Hapoozie. Het is weer ontbijttijd. Goedemorgen, het is 7:45. H is net weg. En ik ga eventjes aankleden, opmaken. Crempjes doen, alles. En zorg dat ik niet te laat ben. Ik ga zo even naar hem zwaaien als hij langskomt. Eten is ready. Ik heb weer een hele tas vol met rauwkost. Het brood ligt nog op mijn werk. En we hebben wel goed geslapen. We hadden dus ontdekt, hij ging even zo andersom liggen. En toen sliepen we eigenlijk veel beter. Dus dat is ook fijn. En wou ik nog wat zeggen. Is dat haal? Nee, ik moet wel even naar hem zwaaien. Alle kattenspeeltjes moet ik weggooien of, als het kan, in de wasmachine doen. Die stinken dus allemaal naar die verrotte meloen. En die mand heb ik gisteren een uur in de douche laten staan en gewassen met druft en alles. Wordt niet schoon. Oh, daar komt hij al. Dus dat is echt een drama. Dus die moet weg en al die speeltjes stinken allemaal. Kijk, en dit zijn mijn bloemen. Er zitten dus ook bloemen bij die ik van mijn schoonmoeder van de intratuin heb. En deze, ik weet niet meer hoe ik hier aan kom. Maar het is dus wel heel leuk. Alleen ik vind het wel heel druk nu. Maar vandaag komt er dus nog meer. De tweede lading volgens mij. Want ik had echt heel veel bloemen. Dus ik moet even rustig een mooi boeketje ervan maken. Maar dit is wel al best wel leuk. Good morning. Mijn haar is nat, maar het ruikt echt super lekker. Matcha. Haarborstel. Paprika's voor vandaag en morgen. Appel. Komkommers, wortels. Er kwam even een collega binnen, dus ik weet niet meer waar ik was. Maar ik wou zeggen dat die Poolse banana lip oil echt heerlijk is. Echt heerlijk. I love it als je van bananengeur houdt. Ja! De kinderen hebben gym en ik wilde eigenlijk extra matcha maken. En ik dacht, ik ga even langs het poesje, want die is zoveel alleen geweest dit weekend. En mijn moeder is toch in de sauna aan het werken. En het is heel warm, dus ik wil slippers aandoen. Dus en ik wil nog even vuilnis weggooien. Ik dacht, ik fiets even naar huis. 3 kwartier heb je dan in totaal, nu heb ik nog 1/2 uur. Hey, babe, ga even lekker naar buiten, want ik moet zo wel weer weg. Ja, kom maar. Kan je even extra naar buiten? Dit is echt een ellende met die onverlofte watermeloen. Alles ruikt er nog naar, dus heel zeil doet in een soort BH-zakje in de was, de kleine dingen. Deze ga ik zo weggooien. Ja, hebben we heel eventjes 20 minuutjes samen, dat is toch best lekker? Leuke flowers. Het is kort, maar het is ook wel weer lekker hoor, eventjes. Kan ik heel even misschien om mijn vaatwas uitdragen, want aan het eind van de dag ben je moe. Hi liefje. Iemand vroeg een keer van, kan je dan tijdens school weg? Ja, dat mag gewoon tijdens gym. Als er echt iets is, kunnen ze me bellen en ben ik er met 5 minuten, dus... Prima, ik ga even, ik ga denk ik niet helemaal een jurk aan doen, hoewel, in ieder geval even andere schoenen. Nou heerlijk, ik heb nog 10 minuten over, ik heb lekker de vaatwasser gedaan, matcha gemaakt, schoenen verwisseld, poesie geëit, de watertank geleegd en gevuld van de robot, want ik zag dat ik hem niet kon laten schoonmaken, want hij niet schoon was, dus ik ben echt een deadline persoon, dus in 10 minuten doe je dan even lekker wat en dan ook weer even thuis, echt heerlijk, I like. Nou, kijk jongens. Het is toch leuk geworden? Ik heb volgens mij nog nooit knutsels in deze boom gehangen. Maar ik dacht, ja, erg ziet het uit alsof we de complete gevonden voorwerpenbak in een boom hebben gehangen. Maar het is wel echt heel leuk. Het is ook heel leuk om te zien hoe verschillend iedereen creatief is geweest. Even een aantal highlights. Kijk, dit is wel echt heel tof. Hij heeft 2 broekspijpen aan elkaar gemaakt. En hij dacht, dan is dat nu een sjaal. Het is gewoon helemaal verknipt en geplakt en
lekker creatief bezig geweest. Ook heel leuk. Ze heeft hier iets uitgeknipt en iemand anders gegeven. Maar ik kan het niet terugvinden. Heel leuk. Een C'tje was dat. En dan opgevuld met een ander iets. Nou, lekker voor veren. Lekker voor beren. Teddy, feddertje. Een broek van een vader. Helemaal gefeathered. Nou, je ziet heel veel kinderen lekker aan de slag gaan met veren. Maar ook leuk. Een mouw van iets anders aan een ander shirtje geplakt. En broeken korter geknipt. Weet je, de bedoeling was ook gewoon dat als het bijvoorbeeld te klein was, kon je het knippen waardoor het past. Nou, je kunt het dus ook zo groot gaan inknippen. Super schattige franjes er aangemaakt. Gaten erin. Die broek is helemaal niet meer herkenbaar. Die is compleet gepimpt. En ook leuke franjes. Nou, super schattig toch? Voor groep 3. Helemaal cute. Het kan dus niet in de was, maar wilde dus expres geen textielstift of textiellijmen zo gekocht. Gewoon echt met de materialen die we hadden. Ik vind het helemaal leuk. Dan zo de verkleedkist in. Gaan we nog een keer een modeshowtje doen op school. Het is een beetje chaotisch zo, maar ik dacht, kan ik dit wel doen? Ziet het er niet te slordig uit, maar iedereen reageerde op zich wel leuk. Zo leuk dan als hij nog voller hing eigenlijk. Ja, dat was het. 2 daagjes. Nou, 2 dagen gewoon in de middag eventjes. En het is volgens mij 5:15, dus ik ga lekker naar huis. Oh, 5:30. Goodbye van mijn leerplein, groep 3 in Beesp. Oh, dit heeft de andere groep 3 gedaan. Dat vind ik trouwens ook heel leuk. Grottekeningen. Echt super leuk. Weer bij Picnic besteld. Mocht je korting willen, check de beschrijving. Dan krijg jij 10 euro korting en ik ook als je nieuw bent. Geen samenwerking. Ik ben gewoon blij met Picnic. Ik heb aardbei, burrata, kersen, blauwbessen. Sorry, de reclame staat heel hard. Frambozen, peren, havermelk, selderij, watermeloen en persina, sapalen. En dat was het. Oh, en eieren. Oké, dus Haan en ik zaten gisteren te denken, wat in bed als we de kattenbak, als ik de kattenbak hier zet. Want dan hoeft dat hoek niet altijd open te staan. En het is niet mooi en er komt herrie uit. Maar ja, je kattenbak in je woonkamer naast je eettafel is ook niet mooi. Ik zit hier nooit, moet ik eerlijk bekennen, maar zij slaapt hier bijvoorbeeld. Maar ja, het stinkt niet. Maar ik vond dat tafeltje, kijk dan kan de spiegel erboven, maar de tafeltje vond ik aan de andere kant juist leuk. Vanaf hier zie je totaal niet dat de kattenbak er staat, dus... Maar ja, hij zou ook... daar kunnen. Misschien is dat beter. Ik heb hem net verplaatst. Misschien moet ik hem nu gewoon heel even laten staan. Ik weet het niet. Ik zei ze heel makkelijk met dit. Dus in dat geval maakt dat niet uit. Maar je ziet het pas als je hier staat. Dan gaat ze er al natuurlijk weer in. Wat vindt ze leuk. Ik was een beetje aan het editen. Zodat ik morgen niet zoveel hoef te doen. Kijk, nu hoor je herrie door dat raam. Maar als ik dat raam nu dicht doe. Is het nu echt gewoon lekker stil. Is het nog dezelfde kattenbak? Ja, het is nog dezelfde kattenbak. Of dus hier. Of dus omgedraaid. Ik had hem net gewoon recht gezet. Door dat matje wordt hij alleen maar groter. Dat matje vind ik lelijk. Zou het alles in de gaten? Heel goed. Of zeggen jullie dan zet hem gewoon weer daar. Maar ja, het is echt een geluidsverschil hoor. Dit hok. Je hoort gewoon altijd het ding. En ik vind het ook wel lekker dat dit gewoon dicht is. En dit ding maakt zo ontzettend veel herrie dat ik hem eigenlijk sowieso weg wilde doen. Ik weet niet of ze er nou heel veel waarde aan hecht. Dan heb ik gewoon nu de normale waterbak hier. Kijk, ik zal even het raam dicht doen. Ik eet een wortel. Kijk, nu is het gewoon echt stil. Maar ja, het wordt wel weer gewoon voller met dit erbij. Terwijl het niet nodig is, want er is daar ruimte. En dat vind ik denk ik ook wel leuker daar. Oh, ik wil echt nu weten wat jullie zouden zeggen. Maar ik hoor het pas volgende week. Nou, dit is toch geen gezicht dit hier. Is toch lelijk? Maar wel rust. Nou, nu weet ik het niet. Of moest hij daar bij de bank? Goedemorgen, jongens. Ja, doei. Je hebt de hele half uur niet geroepen. Ik wil eigenlijk niet bij mijn ouders eten, omdat het te veel stress wordt met het editen. Maar ik ging op tijd, wat ging ik, 4:30 weg van mijn werk of zo. En toch even langs gefietst. En toen zei papa net dat ik mee kan eten. Dacht ik, nou, dan eet ik ook maar gewoon mee. Waarom niet? Lekker. Ga ik heel even in het zonnetje editen, een half uurtje of zo. Deze vogel is zo lief. Nee, schat. We hebben heel lang geknuffeld. Lekker. Nom nom, good morning.
weer eens yoghurt. Want ik had nog haverjoghurt liggen en die moest op. Maar ik heb denk ik meer dan een maand geen yoghurt gegeten. Dus 12:15, ik ga nu ontbijten. Blauwe bessen, frambozen, aardbeien, haverjoghurt, hennepzaad en wat suiker. Arme muesli. Ik ga even wat dingen terugbrengen naar de kwanten. En ik rij nu langs de IKEA en ik heb echt zoveel zin om meubels te kopen in elkaar zetten. Oh my god. Ik zou het oprecht niet erg vinden als ik nu alweer moest verhuizen. Ik ben, ja, mijn brein. Ik heb nu alweer zin om een nieuw huis in te richten. Maar dit huis is wel vol. Maar ik heb geen zin om die kleine klusjes af te maken. Dat moet ik gewoon doen. Zoals de schade en het balkon afmaken. Maar die laatste stopcontact dingen. Maar ik heb helemaal zin om nu gewoon weer lekker tv-meubeltjes en kasten in elkaar te zetten. Ik vond het echt heerlijk. Ik hou ervan. Ik vind het leuk. Nee, ik ga even wat dingen naar de kant om terugbrengen. Ik had toen kussens en zo besteld. Maar ik vond het allemaal niet mooi. Maar ik dacht dus, ik wacht even tot mijn plantenbakken daar zijn afgeleverd. Want ik had op die beige plantenbakken. Ze zijn er nu al niet meer op de website. Die zouden dus bezorgd worden. Maar echt al bijna 2 weken geleden. Dus ik ben bang dat er foutjes gemaakt. Want ze zijn ook niet meer op de site. Ik dacht dus, ik wacht met terugbrengen tot ik die meteen kan ophalen. Dan doe ik het in 1 keer. Maar die dingen kunnen volgens mij vandaag voor het laatst terug. Dus ga ik het nu terugbrengen. Tijdverspilling. Vandaag ben ik voor het eerst in tijden weer echt zo echt moe. Irritant, joh. Zeg maar wat ik had toen ik koffie dronk. Dus ik hoop dat ik het alleen vandaag heb. Ik wilde natuurlijk naar de TK Maxx, maar het is echt al 4:15. Ik ben heel laat begonnen. Ik heb heel veel op mijn telefoon gezeten om werkdingetjes te doen. Op maandag, dinsdag, woensdag als ik dan werk. Ik kom nul toe aan mijn andere werk. Gewoon mailtjes beantwoorden. Het lukt niet. Het gaat niet. Dus dat doe ik dan allemaal op die andere dagen. Maar je denkt misschien van 2 dagen is genoeg. Maar ik merk echt dat ik maandag, dinsdag, woensdag heb gewerkt. Is het echt krap hoor om toe te komen aan mijn andere dingetjes. Je hebt toch best wel veel ook mailtjes voor samenwerkingen. En gewoon, ja, ik weet niet waarom. Maar je denkt misschien, maar zelfs lampen uitzoeken voor samenwerking ben je echt al veel tijd aan kwijt. Dat soort rare dingen. Het is niet vervelend, ik zeur niet. Ik vind het helemaal leuk. Maar er gaat gewoon veel tijd in zitten. Dus, ja, ik merk dat ik dan morgen komt Lotte en wordt het eigenlijk best wel krap. Want eigenlijk is morgen niet een vrije dag, maar een werkdag. Maar bijvoorbeeld content maken met Lot voor de vlog is ook weer een stukje werk. Dus nou ja, zo moet je het allemaal een beetje indelen. Maar goed. Maar goed, maar goed. Dit weekend wordt heel erg leuk. Mijn bonusdochter, die ik nog steeds bonusdochter noem, want veel mensen snappen dat niet, ja. Die komt bij mij logeren. Daar hebben we zoveel zin in allebei. We zitten echt allebei de hele tijd als we elkaar spreken van oh my god. We hebben hier zoveel zin in. Niet normaal. Ze had al best wel lang gepland. Echt. Can't wait allebei. We kijken er zo erg naar uit. Die komt zaterdagochtend al heel erg vroeg. Echt om 8:00 ochtends al of zo. En dan tot zondag 3:00 of zoiets. Dus we hebben echt een mega lang weekend. Zo gezellig in mijn huisje. Ik hoop dat het ook een beetje lekker weer wordt. Echt heel veel zin in, niet normaal. En ja, dat wordt echt super leuk. Nu ben ik bij de klanten. Ik hoop niet dat ze moeilijk gaan doen, want je mag 2 weken lang terugbrengen. Maar ik neem aan vanaf het moment dat je het hebt ontvangen. En niet vanaf het moment dat het verstuurd werd, want de levertijd is echt 1 week. Dus dat zou niet eerlijk zijn, want dan heb je maar 1 week om het terug te brengen. Dus ik neem aan. Neem aan dat je het gewoon tot 1 week na levering. 2 weken na levering. Dat die mensen dat in de winkel ook snappen. Maar je hebt soms van die hele lastige medewerkers, weet je wel. Dus ben benieuwd. Ik vind het altijd zoveel gedoe als dingen zo moeizaam gaan, weet je wel. Dus ik hoop het niet. En ik hoop ergens dat mijn plantenbakken er zijn. Maar dat ik gewoon geen mailtje heb gehad. Jeetje, wat krap. Maar ik denk het niet hoor. En ik heb lekker een jurkje aan, want ik vertik het om de heet het in juni in een broek te lopen. Stay positive. Ja, ik ben vandaag een beetje grumpy. Hoe leuk is dit dan, boterkaas en eieren? Sowieso allemaal waanzinnige dingen. Weet je wat ik raar blijf vinden? Het is echt waar, want ik constateer het altijd. Als ik geen make-up op heb, zijn mensen aardiger. En als ik chagrijnig ben, ik weet trouwens niet wat ik vandaag heb hoor. Ik ben echt zo chagrijnig, gewoon. Ik haat alles. Nou ja, sorry, het is waar. Ik vind, het is ook grappig. Mensen kopen toch vaak spullen omdat ze dus ongelukkig zijn of zo. Zeggen ze dus. Koopverslaving zeggen ze van ja, of als je even heel blij bent, maar ook als je je dus slecht voelt. Ja,
Ik koop dus alleen maar spullen als ik blij ben, hoor. Als ik gewoon me goed voel zoals ik ben. Gewoon als ik lekker happy ben. Ja joh, doe lekker rustig. Hier word ik ook echt alleen maar chagrijnig. Nu, ik ben in de winkels, ik hoef echt niks. Ik vind alle spullen stom, ik vind alles stroep. Ik weet niet wat ik vandaag heb. Misschien heeft het te maken met dat ik vorige week dus weer voor het eerst ongesteld ben geworden sinds de pil of zo. Gewoon mijn hele lichaam is ook misselijk. Ik ben echt super chaggy. Super chaggy. Niet normaal. Vanavond heb ik Zumba, maar ik ga wel, hey, er is kermis. Gewoon alsof ik niet mezelf ben. Gewoon alles wat ik normaal ben, voel ik nu niet. Gewoon alles is gewoon... Ja, het zou zomaar kunnen komen dat ik gewoon echt heel moe ben, hoor. Maar ik heb wel dingen gekocht, hoor. Boodschappen. Maar dit heb ik dus wel even gekocht. Kijk. Ik dacht, dit moeten we even testen. Het zijn letterlijk waarschijnlijk gewoon hele waterige roomijsjes op een stokje. Met een laagje erop. Maar ik dacht, dit is leuk ook voor mijn bonusdochter. En ik ga er nu eentje voor jullie testen. Terwijl ik rij. Het is compleet veilig. Mijn ogen zijn op de weg. Ja, hoe kan dat, hè? Dat je dan ineens gewoon zo'n dagje hebt dat je echt... Toen ik ongesteld was, was ik niet chagrijnig per se. Plus, wat ik dus ook heb trouwens in de supermarkt nu bij alles, denk ik... Ik bestel het wel gewoon bij Picnic, want de kwaliteit is goed. De prijs is ongeveer hetzelfde. En het scheelt me zoveel tillen. Dus ik heb eigenlijk alleen specifieke spullen bij de Aldi gekocht. En het kattengrit was er trouwens. En ik heb bij de Action even tuinkussentjes gekocht. En bij de Leen Bakker en Quantum vond ik ze allemaal niet zo boeiend. Bij de Action zijn ze maar 3 euro. En ik ga nu rijden uit mijn hoofd in plaats van met navigatie. Want ik rij altijd met navigatie. En ik vind een plek waar je al zo vaak bent geweest, moet je maar even uit je hoofd rijden. Dus ik volg afslag Almere Hengelo. Nou, dit is die ice cream. Het zou lekker zijn als knettersuiker was. Oh, wat ik al dacht. Een heel dun laagje chocola. Wel heel lekker. Laagje. Volgens mij is het echt van dat boterijs. Ja, daar hou ik niet van. Het is echt van dat boterijs, weet je wel? Als je echt van dat boterige ijs houdt, vind je dit wel lekker. Het smaakt bijna als botercreme. Ik ga het ijsje niet opeten. Ik ga hem zo weggooien, maar ik ga wel het laagje eraf eten. Ik vind het gewoon niet waard. Ik vind het ijs niet zo lekker. Maar... Ik denk dat heel veel mensen het wel lekker vinden. Het laagje is echt lekker. Maar extreem zoet. Want het is chocola met suiker. Dus echt mega zoet. Nou, botercreme gewoon. Het gaat gewoon naar een taart. En misschien vinden jullie dat allemaal heel lekker. Dus dan kan je het kopen. Omdat ik zo laat met de dag begonnen, zit het al kort voor 7. Dus ik moet over een uur al naar Zumba. Mijn boodschappen. Dit is niet heel gezond, maar het is beter dan niks. Favoriete garnalen waren er niet, dus ik heb die. Ik had niet heel veel inspo voor morgen met Lotte eigenlijk, maar goed. En ik dacht, dit is heel lekker wijn. Ik dacht, is dat wel die wijn? Ik weet het even niet. Ik koop decaf en ik verlang soms zo naar koffie, maar ik wil natuurlijk niet nemen omdat ik moe word. Maar nu zou ik bijvoorbeeld wel koffie kunnen nemen, want als je nu moe wordt, maakt het toch niet uit, want het is avond. Aan de andere kant, ik moet nog Zumba doen. Er is een lekker zonnetje, dus ik ga even naar buiten. Oh ja, dit heb ik nog bij de Action gekocht. Misschien werkt dit. Vanmorgen met Lotte, sorry, te schattig als we dit met Bobby gaan doen. Ik denk dat ze dat nog niet heeft gedaan. Ik hoop dat deze past. Ik heb bij Zumba echt een sport BH nodig. Nog zo'n edelsteen armband. Hopelijk zijn dit wel de goede. Dit is handig, lekker klein. En de C-kussentje is echt niet geweldig, maar wel een prima kleur. Ik vind de stof niet heel mooi, maar voor 3 euro top. En ik dacht, ik wilde eigenlijk beige, maar ik vond die beige kleuren die ik zag niet mooi bij de Leen Bakker. Bij de Quantum hadden ze het niet en bij de Action ook niet. Ik wil dit nog wel opruimen voor Lotte komt, maar ik weet niet waar ik het moet leggen. Oh. Scheiße, dit is balen. Ik had dus de maat niet gemeten en ik dacht, het is breed. Kijk, dit is echt iets van 38 centimeter, ja. Bij Leen Bakker hadden ze dus 45 en 55. En ik dacht die 55 past wel, maar ik moet geen risico nemen. Dit staat nergens op. Wat jammer, ik wilde vanmorgen met Lot al kussentjes hebben. Dit moet terug, wat zonde. Oh, dit vind ik heel jammer. Ja, dat ziet er echt niet uit. Dat is zonde, hè, Poesje? Een uur later. Je ziet ook echt aan me dat ik moe ben. De chagrijnigheid valt mee. DKV koffie, ik ben 5 minuten weg. Een sport BH. Is te groot?
Ik had eerder nog een XL in mijn hand. Want ik heb bijvoorbeeld ook van Gymshark zo'n sportbara. Dat zit zo strak. Maar ik vind het gewoon niet lekker. Het is zoveel stof en dan die pads erin. Het is eigenlijk... Op het allerstrakst was hij eigenlijk alweer te wijd. Want het moet strak zitten. En nee, dat is niet lekker. De gelzooltjes heb ik in schoenen gedaan. Maar de eerste keer op ging Zumba en heel veel rugpijn mee had. Ik ben benieuwd. Het voelt wel raar alsof je beweegt. Maar ik dacht, ik test het en dus nu zoek ik wel mijn schoenen uit. En verder dacht ik dat ik nog iets wou zeggen. Zo grappig. Iemand zei net, ja, je hebt ook mijn vlogs te chaotisch voor diegene zijn. En dat ze dan beter niet kan kijken. Zeker, ja, dan kan je inderdaad beter niet kijken. Maar... Ik ben natuurlijk wel chaotisch, maar ik vind mijn vlog zelfs niet chaotisch. Zeg maar, vroeger filmde ik super slecht en nu probeer ik wel echt, ja, ik vind mijn vlogs wel overzichtelijk. Dus, maar als je inderdaad niet kan tegen iemand die, nou ja, ADHD'er is, een beetje druk is en dingen laat vallen en af en toe onhandig en veel praat, dan moet je zeker niet mijn video's kijken. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel momenten waarop ik heel rustig ben, maar ja, dan film ik niet. Als ik gewoon stil zit en niks, hè. Deze gaat terug. En ik heb nog niks gegeten, dus ik heb geen honger. Het is avondeten, zeg maar. En eten voor Zumba is ook niet chill. Maar ik zag net een Too Good To Go Books van een sushi tent hier. Tussen 9 en half 10. En Zumba duurt tot 10 over 9. Dus die ga ik dan halen. En ik ben pas die vruchten vergeten te kopen. Terwijl ik voor Lotte een pornstar wil maken. Dus misschien fiets ik dan ook nog even door naar de appie. Ik ga het vuilnis weggooien. En fietsen naar Zumba dan dus. En niet lopen. Ik zie er nu al minder vocht uit dan het vorige shot, toch? Of zie ik dat dan? Ik weet niet, maar niet uit. Nu ga ik echt weg. Ik heb een dekafje op. Ik voel me helemaal opgeblazen, maar ik weet niet waarom. Zumba number 3. Let's go! Ja, filmen met wind lukt dus niet op de fiets. Maar hier zei ik dat ik wel echt veel hoofdpijn kreeg alsnog tijdens de les. En best wel moeig was, maar uiteindelijk me echt fantastisch voelde. En Zumba echt heerlijk vindt. Dus top. En iets van, oh ja, de les begon natuurlijk om 8:15. Tot 8:45. Dus ik moet als een gek gaan fietsen om die box op tijd te halen. En dat is zo ongeveer wat ik zei. Doei. Wat een avonturen weer. Ten eerste, gereisd naar de sushi. 3 minuten van tevoren was ik er. Voordat het sloot. Heel vies. Echt, echt heel vies. Sushi time. Sowieso heel klef, prima. Maar sorry, dit is echt supermarkt sushi. Het is helemaal bitter. Dus ik weet niet of het door die groene eitjes komt. Ik heb die andere nog niet geproefd, maar ik durf het bijna niet. Maar deze durf ik wel met krap te proeven. Dit is wel slecht hoor. En deze tegenwoordig moet het sushi. Het is echt alsof we 10 jaar terug gaan in de tijd. Eww, ja. Gadver, sorry. Dit is bitter. Gewoon echt. Een super ongemakkelijke situatie. Waarbij in de supermarkt gewoon een jongen gewoon hoi zegt. Maar ik ben dus niet goed in small talk. En ook niet goed in gewoon hallo zeggen. Want ik wil weten wie je bent. Ik zo, hé. Hey. Toen dacht ik eerst dat het een jongen vroeger van middelbare school was. Toen ging ik echt zo kijken. Zo, huh? Toen zei ik, oh, van de sportschool. Jij bent Charlotte toch? Ja. We wonen in hetzelfde complex. Oh, hoe heet jij dan? Maar ik maak het zo ongemakkelijk zo'n gesprek. Maar omdat ik oprecht ben, niet zegt hij zijn naam. Ik zeg, oh, dan ben jij mijn buurman van 2 naast me. Nee. Oh, ik dacht hij ook Rutger heet. Heb ik jou dan laatst geappt of er een pakketje van mij bij jou ligt? Nee. Nou, omdat zijn naam kan bekend worden. Nou, dat was het meest ongemakkelijk gesprek ooit. Zijn vriendin stond ergens ook in de winkel. Die dacht waarschijnlijk dat ik met hem aan het flirten was. Toen net hier kwam ik aan fietsen, kwamen zij er met de auto. Dus ik zo, nu weet ik wel wie je bent hoor. En toen ging ik daarna ook nog zeggen, ja, ik ben slecht met namen. Vooral bij mensen die kaal zijn. Ja, sorry, waarom maak je het zo ongemakkelijk? Helemaal verpest. Het zal nu voor altijd awkward zijn. Terwijl ik helemaal niks wil van die persoon. En gewoon alleen benieuwd was waarom ik hallo tegen hem zei. Nou, zo gênant. Dat heb ik niet vaak, moet ik zeggen. Ik zou het wel verwachten, maar nee. Kom ik in de Albert Heijn van de compassievruchten kopen. Dat ik cocktail voor Lotte kan maken. Hebben ze geen passievruchten, terwijl overal nu passievruchten zijn. Hij zei, het is nu niet in het seizoen of zo. Ik zei, overal zijn nu passievruchten. Nou, set. Oh ja, er zat een kat op de weg. Ik bleef altijd avonturen. Dus ik tegen die kat zeggen, joe, wat doe je? Ga eens van de weg af. Ging niet, dus ik op de weg fietsen. Word ik zelf bijna aangereden door iemand die 80 rijdt op een 30 weg. En ik zag ook nog een rat daar bij die weg. Ja, hi.
Ik heb dit gekocht. Want er was geen passievrucht. Heel random. Ik had zin in komijnenkaas. Ik dacht dat Lotte dat ook lekker vond. Even luxe doen morgen. En dit nog. Bramen. Ik denk dat ik die sushi gewoon ga eten met mijn eigen sojasaus. Omdat ik het niet wil weggooien en het mijn avondeten is. Maar die met tonijn. Ja, het is die rijst of zo. Die is bitter. Het is echt heel vies. Heel misschien ga ik het wel weggooien. Ik weet niet wat ik nou precies aan het kijken ben, maar het is echt waanzinnig. Eigenlijk staat het al een uur aan terwijl ik aan het opruimen ben en zo. Unlikely Animal Friends. Dit is echt fantastisch. En voor hele rare dierencombinaties die vrienden worden. Echt, dit is nou leuk. Good morning. Ik heb lekker mijn haar gewassen. Lot komt over. Pas over 2,5 uur. Ik ben op tijd opgestaan zodat ik niet ga stressen. Ik wil nog even lekker een beetje opruimen. Dat het helemaal clean is. Eigenlijk is het al bijna klaar. Misschien nog een beetje schoonmaken. Lunch voorbereiden duurt sowieso ook lang. Robotje lekker laten stofzuigen. Nou, dat red ik makkelijk, jongens. Dit is lekker op tijd opgestaan. Wat wou ik zeggen? Oh, ik heb klassieke muziek aanstaan. Ik zat dus. Ik heb niks meer om te kijken qua series of zo. Oh nee, daar gaat de robot weer aan. Nu alweer empty the water tank. Kijk, overal dit, hè. Het is zo erg. Ik heb hem nu zo gezet. Want ik dacht dan gaat het grind wat meer deze kant op en niet alleen maar richting de robot. Maar in ieder geval, toen zat ik dus random house tours te kijken. Toen dacht ik van Jultje Tiedeman dat ze zei dat ze dus altijd klassieke muziek aan heeft. En toen dacht ik, dat ga ik ook even doen in plaats van jazz. Echt pas 3 minuten geleden hoor. En ik merk meteen als ik het hoor wil ik huilen. Omdat ik zeg maar huilen niet van verdriet, maar ik vind het zo mooi. Het doet me denken aan allemaal films en echt helemaal, ja weet je. Ik vind het gewoon te mooi. Maar misschien moet ik eraan wennen, want het is wel rustgevend. Oké, nou dat was mijn content voor deze beurter. Is dat het einde van het liedje? Raar einde. Oh, dit is ik moet huilen. Dit is van Ludovico Einaudi. Die vind ik zo mooi. Ben je lekker aan het krabben? Poes? Ja, ik moet jou Poes noemen. Hi Poes. Hallo Poes. Hallo Dina. Ben je toch fluffy? Ik kan niet normaal tegen jou praten. Ik wil raar tegen jou praten, want je bent zo schattig. Al het eten staat klaar, maar Lot is ruim een uur later, want ze dus Bob nog een flesje moest geven. Mom life, zei ze al, lijkt me ook lastig plannen. En toen was ook nog eens de weg een baan afgesloten ofzo, waardoor ze echt 20 minuten langer moet rijden. Dus ik heb nu nog ruim een uur. Dus daarom ben ik even aan het schoonmaken. Ik moet me zo even gaan aankleden hoor. Maar ja, prima, want ik ben echt zo lang bezig geweest met het eten dat je denkt, hoe kan het? Ik ben dus straks gewoon bijna 3 uur bezig geweest met schoonmaken en het eten. Vooral het eten hoor. Echt bizar. Het is niet eens zo boeiend geworden. Hier, dit vind ik niet zo mooi, maar heb ik gewoon wat beleg neergezet wat ik nog heb. Misschien vindt ze dat wel lekker. Dit folietje moet er nog even af. Dat is avocado met wat Japanse kruiden. En nee, ik heb het allemaal al laten zien. Paprika feta dip. Alleen overal komen nu kattenharen op, omdat het al zo lang staat. Kersjes, hele lekkere gerookte zalm, sashimi, croissantjes, broodjes. Heel lekker fruitsalade. Maak ik echt nooit, maar is echt wel lekker. Dus een random salade met van alles erin. Heb ik ook gefilmd. Burrata salade.
fruitwater, eitjes, vega filet American, brownie cheesecake. Ja, dat je denkt, hoe kan je hier zo lang mee bezig zijn geweest? I'm ready. Ik denk dat Lot er wel met 10 minuutjes is. Ik ben aan het inkakken. Ik kan dan niet echt iets doen of zo. Ja, ik had kunnen gaan sporten, maar dat was een beetje te last minute. Ik heb die hoofdpijn niet gehad, dus vandaag nog steeds. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Je ziet zelfs een beetje aan mijn ogen dat ik open heb. Ik heb dit dus trouwens vorige week zelf geknipt, had ik dat verteld. Want ik dacht van ja, ik wil eigenlijk alleen maar naar de kapper. Omdat ik dit... Ik wil ook checken of het leuk was als het langer werd. Maar ik vind het leuk als mijn haar langer wordt. Maar dit niet. Kijk, deze hoort niet. Dit is gewoon nieuw of afgebroken haar. Maar deze was echt tot hier. Dus die had ik hem zelf geknipt. Nou, prima. Het wordt zo warm. Dus ik toch wel even... Ik kan ze ook wel eventjes een beetje buiten kunnen zetten. Ik ben zo benieuwd hoe het is. En wat ze nu met Bobje is. En ik bedenk me echt letterlijk net pas dat mijn kat vroeger Bobby heette. Volgens mij heb ik me dat serieus nog niet gerealiseerd. Tot nu. Zo heette mijn hond. Mijn kat. Nou. Ik heb inmiddels maar even ingekookt ei genomen, want ik had nog niet ontbeten. En het is nu 2 uur. En ik heb er heel veel zin in als Dotje komt. Ik ben heel slecht in wachten. Dan weet ik gewoon niet wat ik moet doen. En ik zie dat dit bruin is en dit niet. Trouwens wel veel gedaan hoor. Ik heb echt alle spiegels schoongemaakt. En anti-kalk en glassex. En ben echt lekker bezig geweest. Maar ik ben natuurlijk al bezig sinds 10. Dus ik ben al bijna 4 uur bezig. Dus nu vind ik het al mooi geweest. Het is eigenlijk perfecto. Nu komt Lot en ik hoop dat mijn hoofdpijn zo weg gaat. Want ik vind dat heel vervelend. Oh echt. Ik heb het zo te doen met mensen die migraine hebben joh. Lijkt me zo verschrikkelijk. En ik denk dat er best wel wat kathaar in ons eten gaat zitten, want het staat er dus straks al ongeveer 2 uur. Dus waarschijnlijk waait er ook kattenhaar op. Ze is er! 2:15. Zoveel zin in. Echt leuk. Mindje. Ze is gelukkig heel lief met mensen en baby's. Ja? Ja, ik ken haar natuurlijk al. Ja. Ik weet nog dat ze toen ik zwanger was helemaal niet op mijn buik ging zitten. Yo, Bobby heeft het zo goed gedaan. Ze heeft gewoon de hele tijd alleen maar geslapen. Ze is zo lief. Maar ze is echt een moed ofzo. Ik weet niet. Ze heeft echt zo'n karakter boompje. Ze is schattig. Ze keek naar je. Ik hoop dat ze het hier leuk vindt. Ja. Bobby vindt het sowieso leuk hier. Ja. Met tante Charlotte is dat eigenlijk. Ze is schattig. Oh, later ga ik ook helemaal snackjes voor Bobje maken. Hi Bob. Oh. Hi. Hi. Ik ben nu mama. Ik ben nu mama. Ja. Kijk nou hoe stralend ze is. Ik moet even een close-up doen. Ja, en wacht, ik ga mijn super zoom gebruiken. Ja, maar dit is gewoon mijn kind, hè. Ik ben nu helemaal trots op dat ze gewoon 1,5 uur lang in de auto heeft geslapen ook alleen maar. Is dat nu voor het eerst? Nou, nee, maar ze vinden het gewoon niet leuk in de auto. Oh, dat is scherp, gek. Oh jee. Heel mooi. Mijn huid is heel onzuiver, dus kan iedereen genieten van mijn schilfertjes. Nou. Ik snap wel wat je bedoelde met de bank en het keukeneiland, ja. Dat wel krap wordt dan, maar je kan er echt nog makkelijk doorheen. Ja, en nu is het tenminste wel functioneel. Zit jij te kijken, Poesie? Heb jij nog nooit zo'n jonge baby gezien, hè? Volgens mij. Nee? Nee. Spannend. Maar ik heb dat babynestje voor haar meegenomen. Ze is er eigenlijk al te groot voor, maar ik dacht... Oh, die je zo kan wel inleggen.
plat maken en weer dicht kan doen. Ja, dus ze wil gewoon lekker liggen altijd. Bijna kort voor drie. We gaan ontbijten. Of heb jij wel ontbeten, denk ik, hè? Nee. Oh, ik heb een banaan. Ook niet? Oh, ja. Oh, je hebt bananen altijd. Wil je op de bank of op de stoel? Denk je dat Bob op de bank past in dit ding? Oké. Ga jij op de bank, hè? Dat dacht ik al. Vind je dat oké? Ja, want ik zit eigenlijk hier altijd graag op de stoel. Krijg jij dit open? Niet met één hand. Dit lijkt op zo'n make-up ding. Allebei met één hand. Ik de camera loopt de baby. Zo. Handig. Oh my god, die servetringen. Dit is zo grappig. Schuiven. Ja, schuiven. Nee, de tafel kan nog wat meer deze kant op, hoor. Oh, ik dacht dat ze wegging. Maar ze kan er altijd nog een beetje naast. Ik ga haar even een zweem geven. Zie je deze? Ze blijft bij jou, hoor, schat. Je hoeft niet bang te zijn, ik blijf bij jou. Hé, hey, Bob. Hé, hey, liefie. Lig je lekker daar? Denk het wel, hè? Ja. Oh, je ruikt heel erg die... Oh, ja, ik ben niet mama, maar mama komt er zo aan. Ik kom eraan, Bobje, ik ben er. Hoor je dat? Waar is je? Oh, hier. Dat is mama. Hoor je mama? Jij bent de eerste baby die lekker op mijn band ligt. Ligt het lekker? Ja? Kijk, daar is mama weer. Ja, volgens mij ligt ze wel goed daar, hoor. Mag ik dan een story maken? Moet je nog langer wachten? Wil je erop? Ik hoef dat helemaal niet aan jou te vragen. Dit ziet er trouwens niet lekker uit, maar ik ben heel benieuwd. Want staat dat 3 uur in te trekken. Ik denk dat het nu heel veel smaak heeft. Deze bedoel je toch? Gember. Ik vind het wel lekker eruit zien. Gember. Kijk nou. Ik heb volgens mij nog nooit in mijn leven een fruitsalade echt zo gemaakt. Ik heb het allemaal met de hand gesneden. Wat leuk. En wat lief. Het is wel nu een beetje slijmig geworden. Nee, dat heb ik echt om 10 uur 's ochtends ben ik al begonnen. Ja, echt zo kut ook dat ik dit dan zo lang blijf wachten. Ik snap niet waarom het zo lang duurt als je dit maakt. Ik heb bijna niks gemaakt. Maar fruit snijden duurt echt een uur. Ja, dat klopt. Dat is echt bizar. Hij snijdt. Lekker eten. Joehoe. Zijn jij er wel op aan mijn buur naar jou getraaid? Ik sta er wel op. Maar niet echt veel. Ik vind dat niet erg. Ze kan nu dingen vasthouden. Ik ben haar trots. Kan ze echt vanzelf vasthouden? Ja. Wat kan ze nogal allemaal? Ze kan... poepen. Ja, huilen, eten. Nee, maar ze kan... ze heeft op vakantie voor het eerst hardop gelachen. Dat vond ik heel leuk. Hoe gaat dat dan? Fijn is dat, zeg. Ja. Ik vind het trouwens echt leuk, want ik vind dus babyverhalen echt heerlijk. Maar er zijn toch heel veel mensen die geen kinderen hebben of geen kindermensen hebben die het dan irritant vinden om over baby's te kletsen. Ja. Oh ja, van een ander. Ja. Ook nu jezelf. Dit is een vlaggetje. Oh. Hé, hey, liefje. Hier, Bob. Wat dan maar. Ik ging net even rammelen. Ik zie iets wat ik moet verzorgen. Ja. Dit is een test. Hey, dat is een leuke pot. Oh, maar ik moet eerst de andere weer pakken, want dat doe ik niet. Ja. How cute. Oeh, Sissy Boy. Hey, je prijs staat voor de boom. Sissy Boy. Ja. Ik dacht dat ik dat leuk vond. Ja. Ik ben door de Sissy Boy gegaan voor jou. Oh, die zit in een bos. Ja, en ik zag zoveel leuke dingen. Ja. Maar ik wist even niet meer wat je nou hebt. Ik zag ook heel leuk slavenstek. Ik vind dit heel erg leuk, want ik heb eigenlijk... geen keukendoeken, ja heel lekker, die ik echt leuk vind. Mm. Ik heb alleen nog maar oude uit mijn oude huis. Nou, ik vind het dus, ik heb heel ooit één keer zo'n zeker cadeau gekregen van een vriendin en ik vond het zo'n leuk cadeau. Is ik heel ben leuk. Nog steeds heel blij mee. Ja, maar ik dus heb aan jou ook een keer die croissantjes van de HEMA gegeven. Ja, die. Oh, die bedoel je? Ja. Oh ja, die heb ik aan jou gegeven. Ja. Echt? Ja. Ik heb van jou gekregen. Ja. En ook zo'n gele handdoek. Ja. Ja, nou elke keer als ik dat zie. Als ik die bij jou thuis zie, vind ik het dus ook leuk om ja. te zien. Ik dacht, dat is wel echt een leuk cadeau. Yay, mijn bril is back!
Hij is wel echt leuk, hè? Ja, hij is heel leuk. Heb je hem niet stiekem een keer gedragen? Wel geprobeerd om te kijken hoe die moest op haar staan. Groot. Ja, hij is echt groot. What is this? Nee! Nog meer? Ja, dit is gewoon zo van... Happy New Home. Wat lief. Ik ben heel benieuwd of je deze online kan doen, want ik heb dus nog jouw vorige kaart. Die kan dus niet online. Oh, Sissy Boy ook. Ja, weet je nog dat ik dat kussen had gekocht? Ja. Maar toen kon het niet met die kaart. Haar. Dus die heb ik toevallig echt een week geleden in mijn laag gelegd, van die moet ik gaan gebruiken. Ja, dus dan kan deze erbij. Ja. Jippie. Ik zie meteen dat het een kaart van jouw moeder in voelt. Die schrijft scheef. Jee, zo'n juffel. Zo schattig. Kijk, Bobby. Mooi, hè? Kijk, ze luistert al naar haar naam. Mooie kaart, hè? Dat is een poes. Zo wachtig. Ah, hoeveel jullie hebben gegist. Thank you. Oh, die brillen. Oh, deze gaat ook in mijn wc. Leuk. Ik had al gezegd dat ik al jouw kaartjes nog heb. Ja. In een bakje. Ik ben ook een leuke kaartje. Is het een lipstick? Ja. Ik hou hier heel erg van. Maar ik weet niet of het een mooie kleur is voor jou. Ja, peachy een beetje. Ja. Staat mij. Oké. Maar dit is hier proeven? Ja, dit is proeven. Waarom heb jij hem dan niet? Ik heb hem al een. Ik heb een dubbel. Is hij goed? Ja, alleen ik hou meer van vloeibaar. Oh ja. Ja, ik hou in ieder geval niet van poeder. Nee, ik ook niet. Maar ze zijn wel heel fijn, vind ik. Dit merk heb ik ook nog nooit gehad. Is het heel goed weg met u? Nee. Zie je nu iets? Ja. Maar het is niet heel goed met u. Je ziet het wel hoor. Lippie, want ik heb van jou... Ik denk dat deze kleur jou wel mooi staat. Ja, oranje staat me altijd wel een beetje. Maar jij weet niet eens welke ik van jou heb volgens mij, want dat heb ik toen op dat feestje gepakt. Nee, staan morgen niet meer. Oh ja, ja, dat weet ik wel. Want je hebt roze en oranje. Ja, je huid is echt zacht. En een blok. Ja, die maar... Die niet ook nog. Net zeker die groot wordt. Dat weet ik niet, maar deze plant heet Charlotte. Nee. En daarom heb ik hem gekocht. Huh? Bij waar dan? Bij de Hema. Maar noemen zij hem gewoon Charlotte? Ja, volgens mij wel. Ja, we moeten hem weer even uithalen. Die pot heb ik er ook bij gekocht, want ik vond hem raar. Die vind ik heel leuk, die pot. Ja? Ik dacht wel dat die wel hier zou passen. Moet ik nu dit al hierin doen? Moet dit er dan ook wel uit? Hoe kan dat? Nou, weet ik niet. Hello, I'm your new plant friend, Clusia. But my friends call me Charlotte. I can help to purify your air. Ja. Dus hij is voor binnen. En ik ken het niet. Dat is ook altijd leuk, want ik ken alles. Ja. Behalve dat jij maar gek. Maar heb jij al slaapbestek? Nee. Mijn Sissy Boy heeft een hele leuke goud van twee handjes en dan zit in het midden een hartje. Dat ken ik niet. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. En ik vind je schoenen ook leuk. Kijk goed. Nou, ze wel van buiten zijn. Ja, ik vind ze heel fijn. Op de opvang hebben ze ook buiten een soort van kippenhokken. Oh, waar gaat de baby's... naar de opvang? Ja, waar de baby's kunnen slapen. Ze is gisteren voor het eerst geweest. Echt? Ja, maar wel maar een halve dag. Ze ging maar een halve dag, want ik vond het nog te spannend om er meteen een hele dag te doen. Snap ik. Zijn je oogjes open, Liefie? Weet je nog wie ik ben? Ik ben Tante Charlotte. Tante Charlotte? Ze ligt nu echt lekker. Ja. Ze is ook helemaal chill. Staat je goed? Bobje. Ja. Lijkt me zo leuk als we allebei baby's hebben. Dat ze samen kunnen knuffelen. Ja, echt hè. Daar gaan ze weer hoor. Het voelt alsof het nu 3:00 middags is, maar het is 7:00 of zo. Echt stom ook dat ik nu alweer moet gaan. Op zich was je er wel lang, maar het had gewoon nog langer gekund. Ja. En gemoeten. Het is 7:00 en het was zo gezellig en we wilden allebei echt niet dat ze wegging. Maar om 8:00 kwam haar schoonmoeder, dus ze is eigenlijk al aan de late kant. Maar het was zo gezellig. En soms heb je wel, als je ergens afspreekt, dat je denkt, nou een paar uurtjes is genoeg. Maar we zaten hier zo lekker dat... We allebei volgens mij wel iets hadden van, nou, we hadden nog wel een paar uur langer kunnen chillen. 8:30 komt picknick, dus ik denk dat ik nu eventjes lekker mijn sportkleren ga aandoen en naar de sportschool ga lopen. Dat wilde ik ook nog doen vandaag. En dan wordt het daarna lekker chillen. Ik ben weer thuis. Wow. Oh, je ziet het, Emma? Helemaal een kleurtje. Ik heb zo goed getraind. Ik heb alles voor boven- en onderlichaam wat er maar is, wat ik normaal doe. Alles gedaan. Ik zat er zo lekker in.
picknick wordt bezorgd, maar ik zag dat er vertraging was, dus ik kon langer blijven. Ik heb echt, ik ben bijna 2 uur van huis geweest, denk ik. Ik heb bijna 1,5 uur lang echt getraind. Dat is voor mij heel lang, meestal train ik wat korter. Ik voel helemaal bloedstromen en mijn huid en zweet en lekker. En als ik dan ook nog op die spijkermat ga liggen, en dan gisteren Zumba erbij, is helemaal top. Die plant die ik van Lotte heb gekregen is zo ontzettend leuk. Echt heel leuk. Ik had het dus gefilmd, ik weet niet of het te zien was, maar super lieve cadeautjes van haar gehad. Echt love it. En het was zo gezellig. En volgende week ga ik dus zaterdag naar mijn andere vriendin, die een maand eerder een baby had gekregen. Mijn haar is lang, jongens. Het is niet normaal. Ik heb eigenlijk alleen maar gegeten wat ik met Lotte heb gegeten. Ik heb helemaal geen honger nu. Dus mocht ik appen, eet ik gewoon nog wat van die salade. Ja, prima. Morgen komt om 8:00 mijn bonusdochter al. Ik ben een beetje op tijd naar bed. Maar ik ga nu heerlijk moedermafia kijken. Ik ben echt trots op mezelf. Ik had nog van die vitamin gummies genomen voor energy. Ik vraag me af of het daardoor komt dat ik nog zo'n energy boost heb gekregen. Maar ik ben natuurlijk sinds gisteren een beetje niet helemaal fit door die hoofdpijn. En ik was echt ingekapt na Lot. Misschien ook omdat ik weer koffie had genomen. Want ik zei tegen Lot, wil je eigenlijk koffie? Dat wilde ze wel, dat had ik ook genomen. Maar ik heb echt, je ziet het, ik ben niet snel rood na de krachttraining. Super. En mijn huis is lekker schoon en netjes. En dat is ook fijn voor als mijn bonusdochter komt. Dus ik ben blij dat Lot eigenlijk later was. Waardoor ik nog extra goed heb opgeruimd en schoongemaakt. Dus ja. Top. Ik hoop dat je de vlog dat niet zo leuk vindt. Zo ja, doe even een duimpje omhoog. Abonneer en reageer. Oh, en wat ik ook leuk vond is dat Bob en ik echt een connectie hadden. Zo leuk. Lot zei het ook. We vonden elkaar echt leuk. Dus dat vind ik heel fijn. Aangezien Bob voor altijd in mijn leven blijft waarschijnlijk. Dus. Hallo jongens, ik was om 7:20 al opgestaan. En de bel ging net, dus ze zijn er. Zo gezellig, zoveel zin. En ik zag al dat mijn modusdochter een haaienpak aan had of zo. Want we zeiden al, kom lekker in je pyjama. Dus we gaan denk ik nog samen even lekker ontbijten en chillen. En oh, heel lekker. Het is pas 8:00, hoe chill. Wij gaan ontbijten. We hadden eigenlijk niet heel veel zin om het super uitgebreid te eten. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel chill. Want dan hoeven we ook niet heel veel op te ruimen. We hebben een fruitsalade gemaakt. Met meloen, perzik, braam. En blauwe bessen. Ja. Dit wou... ik ga wel weer Chicky zeggen. Chicky wou lekker pindakaas op het broodje. We hebben nog een croissantje. En ik ga nog een eitje eten. En Chicky heeft lekker sinaasappels geperst. We hebben dus 6 sinaasappels in totaal. Dus allebei 3. Zal ik even een muziekje nu aandoen? Kijk. Hey. Hallo. Kijk, we doen even Chicky's skincare routine. En we beginnen lekker allebei met deze komkommer oogpetjes van Action. Wel oprecht heel chill, want het is gewoon... Ja, je kan tussen gewoon dingen doen. Je kan het er makkelijk weer afhalen. Heerlijk. Oké, wij hebben heerlijk gechilled. En lekker aangekleed. En ik wilde eigenlijk Chicky naar Amsterdam meenemen. Want ik weet niet of ze er ooit is geweest, maar sowieso niet vaak. En ik dacht, kunnen we leuk naar Nemo en naar de stad en lekker met de trein. Maar het is helemaal niet mooi weer. En zaterdag is zo druk. En ik denk dat we allebei niet echt houden van mega veel drukte en zo. Dus toen dacht ik, gaan we gewoon lekker met de auto. Lekker chill, gaan we even naar Almere. Want daar heb je die leuke winkel met die cinema roll spulletjes. En lekker Primark en Action en TK Maxx. En dan is het wat minder druk. En dan gaan we daar lekker naar mijn ouders en de suppen. Nou ja, Chicky gaat suppen waarschijnlijk. Ik weet niet of ik ook ga suppen, want ik... Valt er wel af als ik mijn voet erop zet. Chicky wil wel dat ik ga suppen. We gaan het zien. Chicky wil natuurlijk heel graag naar deze winkel. Hier hebben ze alleen maar Japanse schattige dingen. Hier had ik toen voor de verjaardag ook dingen gekocht. En stiekem wil ik deze badmand. Kijk nou, hoe leuk. Ik wil echt deze. Maar ik ga het niet kopen. Ik wil dus deze. Deze wil ik echt hebben. Dit is zo zacht, Squishmallow, maar ik ga het niet kopen. Ik ben niet echt in een geld uitgeefbui. Maar zo schattig. Ik vind het best wel een leuke zonnebril. Misschien neem ik deze wel. Deze staat ook best goed. Niet? Of deze? Volgens mij is het dezelfde. En deze had ik volgens mij in mijn vorige vlog ook al geprobeerd. Ik blijf hem dus leuk vinden, maar zo raar. Deze vind jij zeker heel stom. Ja, dacht ik. Deze is wel echt leuk eigenlijk. Misschien neem ik deze. Kijk nou hoe fantastisch dit. Dat wil je toch hebben, jongens. Zo mooi. Dit moet ik. Maar hij is wel wit, maar ik vind het zo leuk.
Jij hebt toch heel erg van smileys. Dit is ook wel geinig hoor. Leuk. Oh, deze vind ik ook leuk. Hoe leuk. Deze zijn 43 bij 43. Ja. Misschien nog te klein. Maar ik vind dit wel heel fancy voor op mijn tuinstoelen. En dat ik deze misschien wel meeneem. Het is ook wel heel leuk. Maar dit... Oh, zou dit een goede maat zijn? Dat zou wel heel leuk zijn ook. Het zijn niet helemaal mijn stijl. Misschien net te hoog. Mijn stoelen zijn niet zo hoog. Wel heel leuk. Ik had het eigenlijk even moeten meten. Ja, ik heb het dus een beetje over dat je soms dingen heel graag wil, maar niet koopt. Dit is dus zoiets wat ik echt heel leuk vind. Kijk nou. Super origineel. Dit is ook echt mijn lievelingsmerk, Alex en Zoe. En ik heb niet echt veel met paddenstoelen, maar dit vind ik ook wel echt super schattig. Dit is ook fantastisch voor moeder. Super leuk, ga ik ook niet kopen. En dit vind ik ook heel leuk. Ga ik ook niet kopen. Ook zie alleen maar leuke dingen. Prachtig schaaltje. Ook heel leuk. Ja, ik vind alles hier echt waanzinnig. I'm not gonna buy it. Kijken is ook soms al leuk, hè? Wat is super zonde is dat alle onderzetters die ik heb gekocht passen dus niet op mijn tafel omdat die zo klein is. Dit is bijvoorbeeld dan ook wel echt heel leuk om te kopen, want dit is wat kleiner. Maar ik weet niet of het handig is. Ze hebben zulke leuke, maar ik heb natuurlijk hier toen allemaal mooie gekocht, maar het is gewoon te groot. Wat vind jij? Onder een bord is mooi, hè? Nee? Eerst deze zo. En toen... Maar voor als jij bij mij weer komt slapen en je knoeit. Nee, vandaag heb je trouwens super netjes opgeruimd. We hebben geen placement meer nodig. Is dit ook een placement? En een uitzet op ons op. Straks valt alles naar beneden, hè? Ja, hij mag uit. Ik weet niet of ik het kan laten om dit niet mee te nemen. Ik denk dat ik dit... Ja, sorry, dit kan ik toch niet meenemen. Dit is niet normaal. Ze hebben er ook echt heel veel. Dit vind ik dus ook fantastisch. Maar dit ga ik ook niet kopen. Maar kijk hoe leuk. Die vind ik te groot. Ik zoek nog steeds een goede fruitschaal. Lunchtime. Ik heb een caprese broodje. Ja, hoe leuk bij de Primark. Zo schattig. En ineens hebben ze echt overal neppe bloemen. We gaan even een leuk drankje scoren. En de drankjes helemaal van de toko. Kijk, en deze heb ik nog thuis liggen. Maar die gaan we vanavond drinken. Kijk jongens, we gaan deze even reviewen. Ik heb wel eens volgens mij de melkversie hiervan gehad. Ik heb geen balletje. Oh, hij is wel echt heel lekker, mango. Hij is super lekker. Heel eerlijk, ik vind deze net zo lekker als bubble tea's van gewoon 6 euro. Hij is echt heel goed. Dit is de lekkerste bubble tea die ik ooit heb gehad die niet van een bubble tea zaakje is. Hij is echt heel lekker. Hij is maar 1,30 of zo. Hij is 36. Echt een tip. Ik wou dat ik er ook een had gekocht. En hij is niet eens koud. De balletjes zijn wel iets slapper of zo. Vind ik. Vind jij dat ook niet? Ik heb nog helemaal slijmpjes in mijn mond. Kwallen. Oké, we hebben even lekker gekletst. Nu gaan we suppen. Maar dit wilden we, weet ik. Dat wilde jij. Wilde dit in Zwitserland toen heel graag doen. Maar dat lukte steeds niet. Dus nu voor het eerst gaan we dit doen. Ik ga gewoon in deze kleren met blote voeten. Ik durf alleen maar op mijn knieën. Maar ik hoop dat jij wel gaat staan. Korte broekie. Handdoekie. Geen bikini, hè? Broekje eronder en helemaal top. Het is echt veel lekker weer dan ook vanochtend. Wacht, ging het even voordoen. Maar ze bedacht zich niet dat ze helemaal geen paddles mee had. Ze gaat super hard weg. Hoe kom je nu nou terug? Via mijn hand? Oh. Dat is niet heel erg. Nee. Ik draai. Heb jij een pedal? Nee. Ik kan je wel trekken. Ik kan het. Kom dan. Waar is je touwtje? Nee, aan mijn hand. Oei. Zo, kijk, behoorlijk dames. Ik vind het zo eng.
Ga jij er maar eerst even op, dan is het klaar. Pepsi-Cola over mijn hoofd heen. Ja. Mama, over Pepsi-Cola over je hoofd heen. Dan moeten we... Doe dat. Pepsi. Pepsi-Cola. Nora. Nora, zie je. Wie er lacht, gaat er nog af. Zie je wees? Kijk meteen. En de tijd gaat binnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, boom. 2, 1, 0. Nora. Het is echt een van de leukste dagen uit ons leven, denk ik. Het is zo gezellig. We gingen dus suppen. Nou, het was echt waanzinnig. Uiteindelijk ging het supergoed. Toen ging mijn bodendochter eerst bij mijn moeder en daarna bij mij. En toen gingen we lekker een rondje varen. Toen hebben we een meisje uit mijn klas opgepikt. Toen kwamen we daarna nog een meisje uit mijn klas tegen. Hebben we haar ook nog opgepikt. Zijn we nog bij mijn ouders binnen geweest om even Chico te zien. Hebben we daarna nog met... Dus mijn bonusdochter met haar lekker gespeeld. En Olivier kwam nog met Teddy. Nou, het was zo leuk. Het is nu al 5 uur geweest. En nu gaan we dan heerlijk naar huis. Lekker chill kleding aan. Pasta pesto maken, pizza maken, chillen. Echt perfecte dag. Echt, I love it. Zo leuk. Oké, shoplog van wat we hebben gekocht. Dit. Leuke. Dit. En dit. Niet voor mij. Oelala. Hi Poesje! Dit is de pizza. Dat is ook niet gekocht. Ik had maar even, omdat ze toch gingen afrekenen, dit topje gekocht bij de Primark. Leek me wel lekker voor in de zomer. En sokjes. Deze zonnebril bij de TK. Deze mayonaise bij de McDonald's. Deze lekkere, want we van pistache houden voor het filmavondje. Zitten allebei lekker in onze chillkleren. Gember. Wortels. Frambozen. Komkommer en dus deze kussens. Ik ben heel benieuwd of ze de goede maat zijn. En deze waanzinnige glazen 2 stuks. 3 basilicum, kaneel en spinazie. En ik ga nu meteen kijken of dit nou de goede maat is. Oh, we kunnen niet meer in het zonnetje buiten zitten. Maar we hebben wel heel lekker zon gehad op de sub. Het was zo'n leuke dag. Ah, het is ook net aan de kleine kant. Zonde denk ik, hè? Ik vind ze wel heel mooi. Ja, 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 ik ga even nadenken of ik dit te klein vind of dat ik het goed vind. Het is wel echt heel mooi namelijk. Oké, okay. We gaan even heerlijk denk ik een klein borreltje of zo doen. Snackje. Het is pas 5:10. Even lekker op de bank ploffen, want we zijn echt wel moe na deze leuke dag. En dan daarna rustig lekker koken en zo. Heerlijk. En Poesie is ook blij dat we er weer zijn. Ah, oh, Poesje. Wij gaan onze bubble tea drinken. Ik heb de lychee mango en Chicky heeft de strawberry peach. En dat was een rietje die erin ging. En Poesie schrok. Oh, het is heel moeilijk, want het rietje is zacht. Jee, wow. Wat jij ook had. Dit is best moeilijk als je onderweg bent of zo. Ja, was zeker lekkerder. Allebei lekker. Jouw lekkerder? Oh. Ik vind hem niet geweldig, maar ik vind het wel leuk dat het echt zo'n bubble tea baker is. Ik ga vast de pizza even doen. Mijn oven kan dus op 230 graden. Dus hij is echt super goed geworden. Ik doe er nog verse basilicum. Jij wil geen basilicum denk ik erop, hè? En ik doe er nog een beetje rauwe knoflook op bij mezelf. Wil jij dat? Dat vinden wij allebei lekker. Ik hoop dat hij lekker is. Want het doet elke keer als we pizza gingen maken met het deeg als het niet echt goed gelukt. Ik denk deze wel. Wow, een beschimmelde knoflook. Gaan we
we nu al de gordijnen dicht doen, dan gaan we nu al in de avondmodus. Dat is wel lekker. Kijk hoe lekker. Oh, kan jij jouw pizza pakken? Mijn handen zitten echt vet vol. Wij hebben nog even vers pesto gemaakt. Kijk hoe lekker. Voor iedereen die altijd recept wil, ik doe maar wat. Maar ik gebruik traditioneel. Dus dit waren 3 planten basilicum. Een hele parmezaan. Zo'n blok, zo'n schuimblok. Heel veel pijnboompitten, wat olijfolie. Heel klein beetje knoflook en zout. En dan verhouding gewoon zelf kijken. Maar ja, we hebben natuurlijk al pizza gegeten. Dat was echt meer dan genoeg, die halve pizza. We hebben dit wel eventjes gemaakt. Dus dat is wel heel leuk. We hebben dus een hele pot gemaakt, traditioneel. En dan gaan we nu nog testen hoe het is met spinazie erbij. Ik heb even geproefd. Het smaakt wel echt naar spinazie. Dat proef je wel echt terug. Maar het is wel lekker. Kijk, als je naast elkaar legt, is het echt... Dat andere zegt pesto en dit minder. Maar ik denk als je dit door pasta doet, is het wel... Ja, een hele lekkere aanvulling met groenten. Maar denk aan de andere kant weer, als je dan pesto eet, doe het dan goed. En eet er dan desnoods nog rauwkost bij. Maar het kan wel, ook als opvulling voor het groen. Het ziet er wel mooi uit. Zo, het is 11:30. Mijn bonusdochter ligt al lekker een tijdje te slapen. Ik ga bij haar kruipen. Ik vind dat zo leuk dat ik dan haar in bed heb gestopt en dat ze meteen slaapt. Zo vertrouwd, weet je wel. Een nieuw huis, maar het voelt... Ja, ik vind het zo mooi hoe goed onze band is en hoe soepel alles verloopt. Het is echt een van de leukste dagen die we ooit hebben meegemaakt. Dat vinden we allebei. We zijn zo gelukkig. Haha is natuurlijk ook helemaal blij dat het zo leuk is voor ons. Maar dat ze dan dus, weet je, hoeveel kinderen er heel vaak uit in bed komen of wat dan ook. We zien elkaar heel weinig de laatste tijd. Ze is nog nooit in het huis geweest en ze gaat gewoon meteen slapen, komt er niet meer uit. En dat is toch geweldig. En ik ga er lekker bij kruipen en dan morgen gewoon rond een uurtje of 8 eruit. En dan hopen dat we goed slapen. Heb ik gewoon 8 uur geslapen. Heb ik ook meteen een goed ritme. Ik heb echt mijn best gedaan om veel voor jullie te vloggen. Dat is natuurlijk altijd best wel lastig als iemand niet in beeld mag. Maar volgens mij is het goed gelukt. En ook die beelden met de kinderen uit mijn klas, die meiden. Hoe leuk, zo leuk. Maakt me zo blij. Hij is ook helemaal netjes. Ook daarom merk je ook dat zij dan ouder wordt. Weet je, ze helpt super goed mee met kruimeltjes op het bord. En netjes hier samen schoongemaakt. En dat vind ik zo fijn. Papa is het helemaal vol. Ik ga hem aanzetten. En dan hebben we morgen ook nog echt super lang. Dus super leuk. Oké. Vanochtend ben ik klaar. Thumbs up. Lekker een klein ontbijtje. Niet te moeilijk. Ik heb lekker een broodje. Ga ik lekker wat die pesto nemen. Chicky neemt gewoon lekker pindakaas. Water moet doen. Sappie. Lekker makkelijk en het wordt denk ik wel lekker weer. We zijn net nog eventjes voordat H kwam. Even naar het park gelopen, want er was een picknick met mijn school. En daar heeft Chicky dus, ja, bijvoorbeeld mijn directeur ontmoet, collega's, kinderen uit mijn klas. Zo gezellig. En toen was Hader, hebben we nog even lekker een uurtje met haar gechilled. En nu gaan zij lekker terug. Kunnen ze nog even, voor ze naar de moeder moet, nog even lekker thuis chillen. Dan zei ik, nou, dan ga ik vast nu. Want nu kan ik nog een half uur sporten. En dan heb ik weer de 3 keer aangetikt deze week. Denk ik pas 2:30 heb ik echt letterlijk maar een half uurtje. Maar ja, kan ik wel even een paar krachttrainingjes doen. Dan ga ik daarna eventjes die dingen, die sport BH en die tuindingen terugbrengen naar de Action. En zij zitten nu nog in mijn huis om spullen te verzamelen. Ik zei, nou, doen jullie de deur maar 8 uur dicht, dan ga ik vast. Het was echt een super leuk weekend. En dit is in de droger helemaal kapot gegaan. Of in de was, maar ik denk in de droger. Dus dat is niet zo fijn. Trouwens, ik heb deze helemaal niet in de droger gedaan. Oh. Ik heb hem denk ik opgehangen hier aan. Is hij uitgelubberd of zo? Is dat het? Nou ja, ziet er niet uit, maar het was toch wel niet mooi. En daar is een zonnetje. Het was zo leuk weekend. Niet normaal. Het was echt waanzinnig gezellig. Heel fijn. En het is nu pas 3 uur. Nog een hele middag voor me. Heerlijk. Dat was echt heerlijk. Juist omdat ik dus vrijdag al zo hard heb gesport, hoefde ik alles maar echt eventjes... Ik heb gewoon alles even snel, ja, 2x8 of zo gedaan. Heb goed kort aangezet. En nog even goed mijn rug gerold op die foamroller. Vind ik ook heel prettig. En nu ga ik even die tuinkussens terugbrengen, die sportbh terugbrengen. En kijken bij de Xenos of ze misschien leuke tuinkussens hebben. Nu misschien nog eventjes wat boodschapjes doen. Lekker joh, ik voel me wel echt alsof ik een kater heb, want natuurlijk... Zoveel drukke dagen voor mij, met ook vroeg al de dag beginnen.
Dat merk ik wel. Vanavond vroeg naar bed. Voelt echt alsof ik heb doorgehaald. En die hoofdpijn gaat ook niet weg. Maar ik ben wel blij. Het waren echt hele leuke dagen deze week. Echt top. Alles was top volgens mij deze week. Yippie. Het is 9:30. Ik ben super moe. Mijn boodschappen zijn net bezorgd. Wil je dus ook 10 euro korting met Picnic? Geen samenwerking. Kijk even in de beschrijving. Dan krijg jij 10 euro en ik 10 euro. Ik ga lekker zo me klaarmaken voor bed. Ik ben echt moe en voldaan. Nog even mijn boodschap laten zien. Dit was dus dan 40 euro en dan nu dus 30 euro. En er zit ook nog wc-papier bij. Maar wat zijn boodschappen tegenwoordig toch duur? Terwijl dit zijn echt normale prijzen. Kersenselderij, eitjes, zuurdesem. Heel benieuwd naar trouwens. Maar dan moet je nog afbakken en snijden. Aardbei, avocado, blauwbessen, frambozen, komijnenkaas, watermeloen, cashewnoten, sinaasappels. En keukenpapier, dat is het. En wc-papier dus. Ik hoop wederom dat jullie deze vlog super leuk vonden. Ik ben heel blij dat mijn video's zo goed lopen. Als je het leuk vindt, reageer dan alsjeblieft. En like, dus allebei. En ben je geen abonnee, doe dat dan ook. En volg me natuurlijk op Instagram voor stories en dingen die ik verder nog doe. En dan zie ik je heel graag volgende week weer. Slaap lekker als je ook gaat slapen. Kijk, ik heb zin om naar bed te gaan. Bye bye!